Er worden steeds meer woningen uitgerust met WTW-ventilatie. WTW is een afkorting van warmte terugwinning. In deze video leg ik uit wat warmte terugwinning is. In het huis, meestal op zolder of in de berging, staat dan een WTW-unit, een ventilatieunit. In die ventilatieunit komen twee luchtstromen bij elkaar. Er komt verse lucht van buiten. In dit voorbeeld ziet u dat het buiten koud is, 0 graden Celsius. Die verse lucht van buiten komt naar binnen in de wisselaar van de WTW-unit. In huis is het behagelijk, we hebben de verwarming aan, 22 graden. De lucht van in het huis wordt afgezogen en komt met 22 graden in de WTW-unit. Binnen in de WTW-unit komen de twee luchtstromen langs elkaar heen. Niet door elkaar heen, ze zijn gescheiden van elkaar, maar ze dragen wel de warmte aan elkaar over. Ziet u dat de buitenlucht die met 0 graden binnenkwam, wordt opgewarmd naar een prettige 21 graden. En dus weer met 21 graden de woning in wordt geblazen. Dit voorkomt dat u veel moet stoken en bespaart veel energie. Zo werkt uw warmte-terugwinunit. In de andere video leg ik uit wat er dan in de zomersituatie gebeurt met koude terugwinning.